Hoi. Hey, man. Kan ik binnenkomen? Ja, kom maar binnen, jongens. Je bent verslaafd? Ja. Waar allemaal aan? GHB en cocaïne. GHB en cocaïne? Ja. En wanneer was je laatste beetje GHB? Net voordat jullie kwamen. Ja, ik neem nipjes. Hoeveel nipjes neem je dan op een dag? Ja, dat zijn er veel. Ja? Ja. Hoeveel koken op een dag? 3 gram. 3 gram. 3 gram. Ja. Fucking hell. Wanneer was je laatste dag clean? Op mijn 22e. Op je 22e? Je bent nu 30. Ja. 8 jaar geleden was je laatste dag clean. Nu ben ik heel benieuwd, wat is nou gebeurd vandaag dat je denkt van oké, nu moet ik wel echt even de kliniek in. Hoezo heb je nu aan de noodbel getrokken? Mijn lijf gaat gewoon, het is op. Ik voel het ook gewoon aan mijn eigen, zeg maar. Blauwe flitsen, net als er onweer komt, zeg maar. Net als die een extra to-doek krijgt, weet je wel. Dat is een donderschok. En dan ga je wel nadenken. Romano is zo verslaafd dat hij tijdens het interview continu de drang voelt om bij te nemen. Wat is dit? Ah, dit is de GHB natuurlijk. Ja, zeker. Voel je nu weer de drang om het weer te nemen? Ja. Ik kan wel een beetje pakken, denk ik nou, hè? Ja, ja, doe je ding gewoon. Oké. En hoe voelt dat nu? Smerig, voor de camera. Ja, toch wel? Ja, dat voelt niet helemaal gemak, nee. Schaam me er ook voor, dus... En hoe, weet je nog je eerste slokje GHB of je eerste lijntje coke? Ja. En wat vond je er toen van? Nou ja, het was heel raar. Het leek net of ik overal van die stroopvakjes door mijn lijf in kreeg. Ja. Van boven naar beneden was gewoon... Toen voelde het goed? Toen voelde het goed, ja. En nu? Nou, heb je het nodig. Nou voelt het niet fijn meer. Je voelt niet meer dezelfde stroomschokjes over je lichaam als destijds? Nee. De GHB heeft mijn lichaam overgenomen, zeg maar. Ja. Omdat hij het zo zwaar heeft met zijn verslaving, heeft Romano al meerdere keren een zelfmoordpoging gedaan. En wanneer was de laatste poging? 3 weken geleden. 3 weken geleden? Wat heb je geprobeerd? Ik ben s'nachts met de auto weggereden. Ja, gewoon bij de brug staan. Moet de auto daar parkeren en gewoon alleen aan sneller staren. En malen. Wou je nou van een auto gaan springen of wat? Gewoon van de brug af. Van de brug af springen? Ja. 3 weken geleden stond je er nog. Ja. Sorry. Wat heeft je terug de auto in doen stappen? Mijn vrienden. Mijn maatje. Spaasma. Schoonhouders. Ja. Ben je klaar om te gaan, denk je? Ja. Ja. Ik denk het ook. Ja, ik heb er goed vertrouwen in nou. Wetende dat hij in de kliniek niks meer kan gebruiken, trekt hij zich nog even snel terug op de wc. Afgepakt. Ja, echt hoor. Zo. Zo. Okay. Ja. Zo. Ik denk dat dit er met was. Ja, toch? Ik kom snel pols op te nemen. Ja, heel snel, hè?
Ja. Toch? Het gaat je goed. Ja. Succes. Kom goed. Ik hoop dat jullie blijven volgen zo. Ja, ja. Tot snel, hopelijk. Ja, moet goed komen. Nou, positief afsluiten. Ja. Succes, man. Ja, dankjewel, jongens. Yo. Hoi. Check. Hoi. Heftig. Ja. Dit is de andere kant van drugsgebruik. Ja, ik heb zelf nog nooit drugs gedaan. Dus het was voor mij echt zo fucking raar om iemand te zien die zo erg een bepaald stofje nodig had. Dat hij de totale controle verloor. Het was, ja, ja, en we hadden heel graag gewild dat Romano hier vanavond bij ons aan tafel zou zitten. Maar dat kon niet, hè, Sahil? Nee, want die zit natuurlijk nog in de kliniek en die heeft nog een medicijnenkuur. Maar ik ben toch langzaam geweest om te kijken hoe het nu met hem gaat. Ja, en je hebt wat kijkersvragen meegenomen en die heeft hij allemaal beantwoord. Gaan we naar kijken. Oké, Romano, sinds de laatste keer dat ik jou heb gezien, wat is er allemaal gebeurd? Helemaal afgekikt? Helemaal afgekikt, ja. Het is zwaar geweest. Ik heb zijn downs gehad natuurlijk. Ik moet ook wel even advocaat van de duivel spelen, want je bent hier al eerder geweest, hè? Mm-hmm. Dit fase van het traject heb je al een keer eerder gehad. Ja, klopt. Ja, 4 of 5. Ja? Of 2. Ik weet niet eens meer. Maar dit is de beste keer. Ja, dit is de beste keer? Dit is de beste keer, ja. Hoezo dat dan? Ja, ik voel me wel anders. Ik voel sterker en ik sta er veel sterker in dan. Ja, wat komt het door? Hoezo sta je er nu veel sterker in dan eerst? Ja, omdat ik het gewoon in mijn hart had natuurlijk. Dat is gewoon de grootste rotzooi die er bestaat. En vorige keer had je het er ook wel gehad, of niet? Zeker. Maar ja, toen viel ik toch weer terug. Nou, hoe lang viel je terug? Dat was dezelfde dag al toen. Dezelfde dag al? Ja. Maar dan ga je nu niet meer overkomen? Dan gaan we nou niet meer overkomen. Ik zit gewoon hier, weet je wel. Als je wilt stoppen, dan moet je gewoon graag stoppen. Dan moet je ervoor gaan. Okay, nu zitten we 3,5 maand verder of zo, mm-hmm. Zal het zijn? Ja. Yep. En hoe lang nog, denk je? En nog wel een maandje of 2. Maandje of 2. Ik weet wel ook dat je omgeving heel veel gebruikte. En zodra je weer terug daarin komt, wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik was van plan om niet de komende jaren naar feestje te gaan. Nee. Je kan toch ook feesten en niks gebruiken? Dat doe ik. Maar denk je dat het bij jou dan die verleiding nog te sterk is? Op dit moment misschien nog wel, ja. Normaal gesproken doen we dit in de live-uitzending, maar jij kan natuurlijk niet erbij zijn live. Want nee, helaas niet. Ik ga in de kliniek uit. Nee, ik ga de kliniek uit. Ja, jammer, minder gezellig. Maar ik heb dus kijkersvragen meegenomen van onze kijkers die dus benieuwd waren naar sommige dingen. Mm-hmm. Van Yildau, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Eerst is het alleen maar op een vrijdagavond of zo, hè, of wanneer je uitging naar de discotheek. Maar ja, voordat je het weet heb je steeds meer nodig. Ben je klaar met werken en dan denk je van, oh, weet je wel. Sommige mensen pakken een biertje en ik pak de dag. Toen ik 26 was, ging het echt elke dag door. Ik heb er eentje van Last Trip Kiddo. Hoeveel geld gaf je per week uit aan drugs? Ja, te veel om op te noemen. 3 gram coke per dag, 120 milliliter GHB. Dan keer 7, ja, dan kom ik op zo'n 700 per week. En dan keer 4, 35.000 per jaar. Daar kan je van leven, man. Ja, daar kan je van leven, ja. Dus je hebt gewoon letterlijk een nieuw leven voor jezelf gekocht als je bent afgekikt, als het ware. Eigenlijk wel, ja. Maar het is ook weggegooid geld geweest. Ja, het is weggegooid geld geweest. Ja, maar dat geld wat je in de toekomst in ieder geval gaat besparen. Ja, nou bespaar ik het. Dan heb ik een goede vervolgvraag op van Sam Jansen. Hoe kwam je aan het geld om je verslaving te bekostigen? Ja, die vraag had ik al verwacht. Maar ja, die ook liever privé. Het zal dan niet de meest zuivere witte manier zijn. Nee, het zal niet de rechte lijn. Het zal niet, niet heel officieus zijn dan? Nee. Okay. Degene die iemand kennen die verslaafd is of met een verslaving zit, of misschien zelf met een verslaving zitten, mm-hmm. Wat zou je hun nog willen meegeven? Zoek hulp. Ja. Denk niet dat dat vanzelf gaat, want dat gaat niet lukken. En schaam je nergens voor, want je hoeft jij niet te schamen. Dat deed ik ook. Dus zoek hulp, schaam je nergens voor, denk niet dat je het alleen kan. En die hulp is er. Zeker.